Nou, het vredeslicht is eigenlijk een kersttraditie die in het leven is geroepen door Scouting Nederland. Nou, wij als Scouting, wij doen al een aantal jaren mee met het vredeslicht. En wat wij belangrijk vinden is voornamelijk om de kinderen het thema mee te geven. Alle speltakken samen doen, activiteiten, we eten samen, we spelen samen. We steken het vredesvuur samen aan. Vandaag hebben we een ruilspel gedaan door Raamsdonksveer. Vorige week hebben de bevers kerstkaarten gemaakt. Die zijn ze samen met de welpen aan de deur bij mensen gaan uitdelen. Eigenlijk ruilen voor kerstversiering. Het kan zijn kerstballen, kerstlampjes en kerstslingers. De scouts hebben ondertussen pionieren een kerstboom. Daar worden de versieringen ingehangen. En de oudste, de explorers, die zijn verantwoordelijk voor het toetje, de appeltjes. En houden het vredesvuur aan de gang. Ik ben van de scouts en we zijn de kerstmaand pionieren met palen en touw. Ik heb vanmorgen het vuur opgehaald in Utrecht. We zijn met de auto's in de regen gegaan. Het was een hele ceremonie en dan kregen we het vuur. Werd bij iedereen de kaars aangestoken die ze bij hadden. En toen daarna werd licht helemaal verspreid over heel Nederland, doordat iedereen het vuur met zich meebracht. Ik ben Stijn en ik ben een bever. En wat heb je net gedaan? Ja, kaart aan mensen geven. Een kerstmannetje en twee sneeuwpoppen. En ook nog een ketting. Was het leuk? Op het einde van de avond, als alle groepen terug zijn, gaan we met z'n allen gezamenlijk eten. Momenteel worden de tafels gedekt met mooie versieringen. En gaan alle groepen bij elkaar en wordt er gezamenlijk frietjes gegeten op de tafel. En aan het einde hebben we dan de gepofte appels die de explos hebben gemaakt. En als alles klaar is, dan kunnen de kinderen naar huis en krijgen ze allemaal een eigen vaccinelichtje. Van het vlammetje van Bethlehem krijgen ze mee naar huis. En zo wordt het vredeslicht verspreid door onze scouts. Voor jou en haar, voor jou en mij, tot de vrede brand van hand tot hand.